tekening. Even mijn wenkbrauwen nog lichtbij. Ik gebruik altijd een... Ik ben helemaal klaar. Ik zal mijn outfit ook nog even laten zien. Zo, het is koud vandaag. Ik moest er zo deze jas aan, want ik was... Sarah, wil je nog even jas van? Ik heb... Maar ze gaan zo moeilijk open. Goedemorgen, het is maandag. En we zijn weer begonnen met homeschool. Sarah is aan het werk. Ik ben thee aan het zetten. Sarah wilde ook thee. Oh. Homeschool is geen pretje, maar goed. En ik ga, zolang Sarah daarmee bezig is, gewoon mijn dagelijkse dingetjes doen. En dan hoop ik echt dat Sarah een beetje opschiet en dat we misschien nog even de deur uit kunnen. Ik heb nog geen make-up op, want aangezien ik niet weet of we de deur uitgaan, dacht ik lekker ademen. Mijn huid echt. Het is zo slecht. Dat weet ik niet. Gewoon even buiten iets doen. Kijk, echt. In het park van... Ja, misschien lekker steppen even in het park of zo en wandelen. Of ik kan op mijn skate of met fietsen. Misschien, maar ga dan snel je school doen. Want anders hebben we sowieso daar geen tijd voor. Nou, ga snel. Ga snel. Ik wil liever knuffelen met jou. Oh, dat is ook heel leuk. Maar dan moeten we even knuffelen met het zakje leggen. Voor je dat het werkt. Dat is niet... Nou, dat is goed gedaan. Maar makkelijk was het niet. Nou, ga snel je schoen doen. Dan kunnen we misschien wat leuks doen vandaag. Dat heb ik wel even zin in. Even lekker buiten de deur zijn. Kijk hoe lief. Ze heeft zo'n ontbijtje voor mij gemaakt. Lekker. Ik ga toch wat make-up op mijn gezicht doen. Want we moeten zo even snel wat wegbrengen. Ik had een verkeerd pakket binnen en die wil ik zo snel mogelijk weg hebben. En dan zijn we toch heel even een soort van de deur uit. Al is het niet echt iets doen. Dus toch even make-up weer op. En dan ben ik eigenlijk wel blij om. Ik voel me altijd gewoon meer mens of zo, meer levend. Als ik dat op heb, want als ik dan thuis zonder, dan ja, voelt het ook echt van ja, ik heb geen make-up op, want ik heb niks te doen. En dat is deels ook wel zo, behalve het gewone dagelijkse. Zo, ik heb zulke droge lippen constant. Dat is echt niet leuk meer. Ik breng wel een kleine oogschaduw op. Dan vind ik altijd dat je ogen toch net iets meer spreken. Ik wil meer licht. Zo, dat is beter. De deur van de badkamer echt dicht, want het is echt lekker warm hier. En dan hou ik dat even lekker vast. Ik wil echt nieuwe oogschaduws trouwens. Dat moet ik van de week even bestellen. Ik heb pas best wel een paar opgemaakt van mijn favoriete kleuren. Dus ja, dan... Ga je een beetje misgrijpen. Dus daar kan wel wat nieuws voor in de plaats. Zo, even een andere kwast. En dan even een beetje blenden. Zo. En nu hoop ik dat mijn eyeliner lukt, want dat verschilt echt per dag. Echt, ik heb zo'n haat-liefde relatie met oogschaduw of eyeliner. En als mascara ga ik vandaag deze doen van L'Oreal. Hij is een beetje raar gedraaid. De Double Extension. Ik vind het altijd wel heel mooi als je een dubbele hebt. Want dan worden je wimpers gewoon heel vol. En dat vind ik echt mooi. Ik zou ook... Af en toe ook wel weer nepwimpers willen plakken. Maar daar ben ik dan weer echt te lui voor. Zeker nu. Ja, zo heb je natuurlijk eigenlijk ook een klein beetje een nepwimper effect. En altijd een beetje blush. Ik heb deze nu van L'Oreal ook. De blush. Ik heb veel L'Oreal momenteel.
Terwijl dat in principe eigenlijk niet eens mijn favoriete merk is. Maar ik heb best wel vaak gehad dat ik even bij de Kruidvat snel wat haalde. En die hebben heel veel L'Oreal. Dus dan kom je daar snel op uit. Want de Kruidvat is bijvoorbeeld nu elke keer wel open. Maar bijvoorbeeld de Douglas of de Isperi niet. En dan kan je het wel bestellen. Maar ja, dan heb je het natuurlijk niet gelijk. Dus dan wordt het toch vaak, als je het gelijk wil, op de Kruidvat. En als highlighter ga ik deze van Revolutions gebruiken. Die heb ik pas van Sarah gekregen. En die is echt heel mooi. En trouwens mijn nagels echt. Ik ben ze aan het proberen te laten uitgroeien. Anders sloop ik altijd echt mijn nagels. Maar het ziet er niet uit. Dus ik ga denk vanavond of zo weer even een stukje veilen. En dan wordt dat rooien elke dag steeds minder. Teken ik even mijn wenkbrauw nog licht bij. Ik gebruik altijd een licht grijs. Omdat als je licht grijs gebruikt, dan teken je ze eigenlijk voller zonder dat ze getekend lijken. Want dan vul je hem op qua kleur. Dus kijk maar, dan wordt hij wat voller. Maar eigenlijk als een soort schaduw eronder. Waardoor je dus niet de kleur van je wenkbrauwen zelf verandert. Kijk. Dan is dit niet het beste licht om het te laten zien, maar als je bijvoorbeeld een donkere kleur gebruikt, dan worden die wenkbrauwen echt, zeker in mijn geval, van die rare vlekken. En dan ziet het er echt heel erg getekend uit. En dat wil ik nooit. En met grijs krijg je dus echt, kijk, eigenlijk zie je niet dat ik ze bijteken. Maar ze zijn toch voller tegelijkertijd. Dus dat heb ik ooit van de fysicist geleerd. En ja, dat gebruik ik echt al zo lang. Nou, dat is een beetje in mijn handen. Dat vind ik echt zo'n handig make-up truc. Die ik nu echt al jaren toepas. Dus ik heb nooit een andere kleur. Ik heb altijd lichtgrijs. Ik ben helemaal klaar. Ik zal mijn outfit ook nog even laten zien. Ik heb deze blouse aan van Envy, broek Levi Small High, my favorite, vagebondlaarsjes en mijn sieraden. Deze is van Pernil Corridon en deze van Casa Jewelry. En ik had geen zin om oorbellen met twee gaatjes te doen. Erg lui. Zo, het is koud vandaag. Ik moest zo deze jas aan, want ik was die bondjas even echt heel erg zat. En ik had even geen andere outfit of jas die leuk is bij wat ik aan had. Maar het is echt koud. En ik heb nog wat gehaald, want dat was nodig. Sarah, wil je nog even jas ophalen? Ik heb deze twee plantjes. Een nieuwe aloe vera. Hij is nog echt heel klein, maar hopelijk wordt het wat meer. En ik heb deze. En dit is een lepelpla. Oh, luchtzuiverende lepelpla. Nou, luchtzuiverend, dat is altijd wel fijn. Hier heeft van die kleine bloemetjes erin. En die ga ik op de pot op de kast zetten. En deze is wel vrij klein, moet ik zeggen. Want die pot is wat groter, maar aloe vera niet. Maar goed, dat zal je vast niet zien. En zo staan er weer plantjes. Echt klein in verhouding met wat er hiervoor stond. Dus ze moeten wel echt even flink gaan groeien. Sarah ligt op bed. Ik heb net de strijk gedaan. Want ik probeer altijd de strijk te doen als zij zich aan het klaarmaken is. Want dan zijn we toch samen boven en dan ben ik bezig. En dan ik kan toch niet helpen eraan kleden. Alles doet ze al zo verschrikkelijk lang zelf. Maar dan kunnen we toch een beetje kletsen en praten. En dan ben je toch allebei boven en bezig. Dus die bewaar ik meestal daarvoor. Tenzij het echt te veel is. En ik heb een placemats weer. Deze placemats kunnen in de was. Dus, maar die strijk ik altijd. Want anders heb ik gewoon de voetjes op tafel. Maar Sarah en Marco. Knoeien had een beetje veel, dus ik kan ze niet aanslepen. Want ja, dan moeten ze natuurlijk gelijk in de was. Dus meestal leggen we er 3 op tafel. En gaat er 1 terug. Dat is die van mij. 9 van de 10 keer. Maar goed, mijn mandje is zo weer vol. Kijk, dit was die van mij. Die is nog helemaal schoon. Mijn mandje is weer vol. Tijd voor The Walking Dead. Als deze hier klaar is daarvoor. Vind je leuk, hè? En er ligt een lekker stokbroodje in de oven.
Marco is naar bed gaan. En ik heb thee gezet en ik ga zondigen. Ik heb Marco chocolademuntjes gepikt. Het is echt grappig. Alleen, ik moet zeggen, dat kan ik me niet van vroeger herinneren. Maar ze gaan zo moeilijk open. Of het komt omdat mijn nagels kapot zijn. Oh, ik heb ze trouwens weer een stukje korter geveld net. Oh, nou ja. Dit is echt zoals je pijn hebt bij de dokter, heb je er dan geen last van. Deze gaat dus wel gewoon zo open. Maar elke keer als ik er één pak, krijg ik ze dus gewoon bijna niet open. Kijken. Ik kom er gewoon niet tussen. Ik krijg gewoon geen grip in die randjes, zie je? Dit ook weer. En dan vouwen ze een klein stukje om. Maar hij gaat er gewoon niet af, echt. Hatelijk dit, kijk. Zie je dat? Maar dan krijg ik er dus geen grip op. Dus wat dat betreft zijn het hele goede muntjes voor de lijm. Want je bent echt een uur bezig met zo'n stom muntje. Mijn aandrang naar chocola heeft gewonnen van de verpakkingen. Ik ga lekker naar bed. Ik heb de boel een beetje opgeruimd, as usual. En nu ga ik lekker slapen. Maar ik zit echt niet meer. Maar goed, maakt niet uit. Ik wil de vlog afsluiten. Ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik even op abonneren hieronder. Dan zie ik je morgen weer. Doei doei!